Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Raymond de Landmeter. Ik werk bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als coördinator crisisbeheersing. En we willen jullie graag meenemen in hoe wij ons voorbereiden op het moment dat het ons niet lukt om die dijk zo goed stabiel te houden als we allemaal zouden willen. En we vertelden het al, gelukkig komt het in ons land niet zo vaak voor. En als het voorkomt, compleet onverwacht. Deelnis bijvoorbeeld is een voorbeeld wat we allemaal natuurlijk goed kennen. Wat we doen, daarom is oefenen. En we oefenen dat in meervoudige samenstelling, zowel binnen de waterkolom, met de partners als Rijkswaterstaat. Maar wat voor ons heel belangrijk is, is dat mocht het water door die dijk naar binnen komen, dan heb je direct een groot maatschappelijk effect. En dan zit je met ketenpartners, crisispartners als veiligheidsregio's en andere partijen. Nou, dat hebben we geoefend en daar willen we jullie graag in meenemen vanochtend. Kijken hoe het allemaal werkt. Dit is een dijkje op Marken. De oefening die heeft zich op Marken afgespeeld. En hier zie je een review team van de algemene kolom veiligheidsregio's, defensiemensen en onze buitenlandse gasten van de Environment Agency en de US Army Corps. Eerst even een filmpje. Hebben we daar ook geluid bij? In het filmpje zie je hoe we aan het oefenen geweest zijn. Het is maar heel kort. Samen met Defensie om een grote dijk, een primaire dijk van ons, in te pakken, te beschermen met zandzakken. Omdat dat een van de zaken waren die we aan het als oefendoel hadden. Daarnaast hebben we ook in de nafase geoefend. Mocht het eiland zijn volgelopen, hoe halen we het water er dan zo snel mogelijk weer vanuit? En daar hebben we natuurlijk noodpompen voor nodig, waarin we samen met Defensie en met DCC werken om voldoende materieel aan te voeren. Dit is een oefening van Rijkswaterstaat om van buitenaf een big bang op die dijk te kunnen plaatsen om hem te stabiliseren. Even wat verder inzoomend op de oefening. Wat ik net al zei, overstroming heeft een grote maatschappelijke impact. Het is levensbedreigend. Grote economische schade is direct een gevolg. En je cultuurhistorisch erfgoed kan geraakt worden. Het is iets waar we nog niet zoveel bij stil hebben gestaan de afgelopen tijd. Maar het is ook een van onze zorgen om het cultuurhistorisch erfgoed in veiligheid te brengen. Nou, als je dan weet hoe complex het is om de nachtwacht bijvoorbeeld te evacueren uit het Rijksmuseum, dan vraagt dat ook goede voorbereiding. Dat vraagt ook om samenwerking tussen verschillende partners. Noemde ze al veiligheidsregio's, die met name aan zet zijn als het gaat over openbare orde en veiligheid. Dat een groot project is nu gestart vanuit water en evacuatie. Impactanalyse, waarin we onderzoeken wat het maatschappelijk effect is van een overstroming en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Private partijen zijn ook belangrijk om te betrekken. Denk aan reddingsbrigades, maar ook bedrijven die hun haven en goed in veiligheid willen brengen. En wat we in deze oefening ook gedaan hebben, een soort dubbele doel, namelijk de burgers betrekken. We hebben iets van 1500 burgers geëvacueerd. Om ze van daaruit ook bewust te laten worden van de risico's die ze lopen in een door overstroming bedreigd gebied. Nou, die oefening waar we het nu een aantal keren over gehad hebben, die hebben we eind vorig jaar gedraaid, tussen 1 en 3 november. Waarbij we met name gericht waren op het overbruggen van de cultuurverschillen. Elkaar leren kennen in het netwerk. Want als er iets groots gebeurt, dan helpt het enorm als je elkaar in de koude fase, zo noemen wij dat, dus als het rustig is, al een keer ontmoet hebt, dat je elkaar makkelijk weet te vinden, dat je elkaars taal spreekt. Dat willen we aan de voorkant oefenen, zodat als het nodig is, we een goed netwerk hebben staan waarin we snel kunnen opschakelen. En natuurlijk willen we techniek beoefenen. We moeten onze skills trainen. En een van de technische aspecten die we in deze oefening ook nieuw naar voren hebben gekomen is hoe overbrug je nou cultuurverschillen tussen elkaar? En dat wilden we doen door aan de hand van beeldinformatie, geoinformatie uit te wisselen over wat de risico's zijn
van zo'n mogelijke dijkdoorbraak. Nog even inzoomen op het gebied. Het zwarte pijltje, dat is het eiland Marken. Eiland Marken, daar wordt daar is een meertstudie voor uitgevoerd, waarin wordt gekeken naar hoe kun je vanuit een andere benadering van waterveiligheid, vanuit de meernaarsveiligheidsbenadering, nou in de tweede en derde laag mogelijk maatregelen treffen. Ruimtelijke inrichting tweede laag en rampenbestrijding derde laag, om te voorkomen dat er veel slachtoffers vallen, grote economische schade, en of dat je daarmee toch eenzelfde mate van veiligheid kan realiseren. De eerste laag natuurlijk preventie, en de eerste laag is toch altijd het belangrijkste, dat we die voordeur goed op slot houden, zeker op het moment dat het gaat over primaire kering. Nou, hoeveel organisaties hebben meegedaan? 35 verschillende organisaties. We hebben geëvacueerd met de reddingsbrigade door een pendel in te stellen heen en weer over het Markermeer, die bewoners van het eiland afhaalden. Defensie is een hele belangrijke partner voor ons geweest, omdat Defensie een van hun hoofdtaken is ook ondersteunen bij grootschalige rampen. Dat wil je wel oefenen. Je wil ook dat cultuurverschil overbruggen. Dus wat dat betreft was het een grote oefening. Maar uiteindelijk begint het bij de dijk. Als die dijk op springen staat, als daar een risico is, dan gaat het hele spel op de wagen. En om die oefening goed in te richten, hebben we een verhaallijn gebouwd. Harde wind, langdurig zware neerslag. Markermeer staat vol en de wind staat vol op de kust van Waterland. Waardoor de waterkeringen van Marken en Waterland onder zware belasting staan. Wat we dan doen, dan zenden we onze inspectieteams naar buiten. De oefening hadden we voorbereid door een aantal faalmechanismen in de dijk op te nemen aan de hand van fotootjes. En in het centrum zie je dat we de inspectieteams gemeenschappelijk hebben gelopen met Defensie. Enerzijds om Defensie alvast te laten wennen, waar moet je nou op letten als je over die dijk loopt. Aan de andere kant om meteen ook een connectie te maken in het kennisniveau dat de mannen elkaar al leren kennen. Nou, deze schadebeelden die werden uit het veld opgehaald. Wat voor ons interessant is als ontwikkelpunt is hoe zorg je nou dat dat soort schadebeelden die in het veld geconstateerd worden, doorgerekend worden, doorgezet worden naar de kantoorlocaties waar de crisisteams zitten, zodat er snel een beeld is van wat er in het veld speelt ten opzichte van wat wij achter ons bureau moeten inschatten. Nou, op een gegeven moment hebben we geconstateerd dat die dijk onder risico lag en dat er een risico op dijkdoorbraak was, en hebben onze analisten een animatie gemaakt over de maatschappelijke impact van een doorbraak. We werken daarmee met een geavanceerd overstromingsmodel, 3DI, wat stap voor stap eigenlijk doorrekent hoe het water het gebied instroomt. En door die overstroming te koppelen aan allerlei assets, zoals stroomvoorzieningen, ziekenhuizen, konden we keteneffecten modelleren. Dat op het moment dat er een stroomvoorziening uitviel, doordat het water kortsluiting veroorzaakte, kon je zien welk gebied geraakt werd door de stroomuitval, waardoor je op een gegeven moment geen communicatie meer had en waardoor bepaalde evacuatieroutes niet meer gebruikt konden worden. Of andersom geredeneerd, aanvoerroutes om materieel aan te voeren om die bressen weer te dichten. En dit is hele waardevolle informatie, ook bij onze partners van Defensie, bij onze partners van de veiligheidsregio's, omdat je dan snel ziet waar lopen mensen risico. Hoe lang is er bijvoorbeeld nog stroom in een ziekenhuis, zodat de liften het blijven doen voor een evacuatie. Amsterdam-Noord kent een paar ziekenhuizen. Dit hebben we tijdens die oefening beoefend om te kijken hoe het werkt en of dat het aanvullend informatie oplevert voor onze partners om op te handelen. Nou, op basis van die analyse hebben we gezegd van het is noodzakelijk, omdat het
achterland zo groot impact ervaart van een overstroming om noodmaatregelen te treffen aan onze dijk. Nou, daar zie je weer een samenwerking tussen Defensie, die natuurlijk veel menskracht aan spierbundels heeft om te helpen om zandzakken te vullen. Om een van een strek van onze Waterlandse Zeewering zeg maar in te pakken in zeil. Je ziet hier hoe we toch ook oefenen in de techniek van het inpakken van een dijk om die te stabiliseren. Mag ik een vraag stellen? Ja? Waarom deed je de achterkant met zeil, zoals je zegt? De overslag, dus zeg maar om te voorkomen dat die aan de achterkant uitgehold wordt. Weer zat niet echt mee om het realistisch te oefenen, maar het was wel goed. Moet je daar water door laten doeken voor gebruiken? Want je voelt aan het zeil om het grondwater in de dijk laten duwen en aan de achterkant verkeerde hoek zetten. Dat is een interessante, die discussie die gaan we nu niet doen. Dat is de... Dit was het advies zeg maar, van de waterkeringsspecialist op basis van het schadebeeld wat hier geconstateerd was om het op deze manier te doen. Maar daar zie je natuurlijk wel meteen weer, ook even een zijstapje, de wiki-noodmaatregelen, misschien een kennisplatform waterkeringsspecialisten. Als dit soort risicovolle zaken aan de orde zijn, belangrijk dat we de waterkeringsspecialisten elkaar makkelijk weten te vinden om elkaar te helpen, om een goed advies te geven. Nou, in dit geval hebben we het zo gedaan. Daarnaast zijn meteen de evacuatiestrategieën zijn gestart, omdat het een tijd duurt voordat alle mensen uit het bedreigde gebied weggehaald zijn. Dat hebben we ook echt geoefend met 1500 mensen, zowel een aantal figuranten, medewerkers die vanuit onze organisatie en van andere organisaties zich opgegeven hadden als vrijwilliger, maar ook inwoners zelf. Daarnaast waren er ook buitenlandse gasten die we hadden uitgenodigd vanuit het samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen, de Environment Agency en de US Army Corps. Daar zal Petra straks iets meer over vertellen. Dit is mijn laatste dia, om even kort stil te staan bij dat we de oefendoelen behaald hebben. Ons netwerk, dat staat. Moeten we wel blijven onderhouden. Daar is de impactanalyse en de uitvoering daarvan een hele goede voor. Want je bent met elkaar ben je bezig om een plan op te stellen. Ja, dat doe ik zelf wel even. En de techniek die we daarvoor gebruiken, jullie zagen hem net in 2D. We merkten dat... Ik krijg hem toch niet aan. We merkten dat het ook interessant is om... zeg maar voor de beeldinformatie om een 3D te kunnen tonen. Daar wou ik nog even een filmpje van laten zien. En daar heb ik toch even wat hulp bij nodig. Want wat we gedaan hebben is die verschillende keteneffecten bij elkaar gebracht. Ja, daar komt ie. Bij elkaar gebracht om dan de effecten in beeld te krijgen. Kan je het geluid iets harder zetten? Waar het weer op neerkomt is het delen van informatie, het presenteren van de gegevens in overzichtelijke beelden. Dat helpt zoveel bij het nemen van de juiste beslissingen. En dan zie je dat wij als technici goed in 2D kunnen kijken. Maar dat wanneer een 3D visualiseert en je hem op beleidsniveau dus zeg maar, bij burgemeesters en andere bestuurders wil tonen. Dat een 3D beeld veel krachtiger is dan een 2D beeld weer. Peet, wil jij hem van mij overnemen vanaf hier? Heel graag, uiteraard. Werkt hij een beetje? Dit ding staat ook wel aan. Ja, oké. Hallo, ik ben Peter Goessen. Ik ben collega van Raymond. Ik ben hier ook namens trekker van de Kring van Zeeweer de Ingenieurs.
Dat is een internationale club waar we ook kennis proberen op te bouwen en uit te wisselen. In die hoedanigheid zijn er ook een aantal mensen uitgenodigd bij de oefening van Raymond en de andere partijen. Om ons te helpen, met name vanuit Engeland. Vanuit RWS zijn de contacten uit Amerika overgekomen. En we hebben hun gevraagd om met ons mee te kijken en ons te reviewen eigenlijk. We zijn vorig jaar ook naar de Winter of Hell gaan kijken. Hè, toen zij zoveel overstroming hadden in Engeland. Daar hebben we allerlei foto's van, dat wil ik jullie ook even laten zien. Ik weet dat er vorig jaar al een filmpje over is geweest. Maar nu kijk ik even met een Nederlandse bril naar die Engelse situatie. Dat is misschien ook wel even leuk om met jullie te delen. Maar ik wil ook vooral horen over dat internationale samenwerking, hoe jullie daar nou over denken. Dus ik wil ook toch even, net als vanochtend, iedereen laten opstaan. Even weer in de benen. Kijk, wat luisteren jullie toch allemaal keurig. Even de vraag is, heb je giraffen gezien? Ja, dan mag je gaan zitten. Of je mag blijven staan, laat ik maar zo zeggen. Maak iedereen een beetje helemaal in de war. Ben je hier met OV? Ben je niet met OV? Ja, dan moet toch wel iedereen... Heeft iemand nog niet opgestaan geweest? Dan mag hij nu nog even opstaan. Maar is iedereen goed in de benen, goed warm? Dus dan kunnen we verder. De Engelsen en de Amerikanen die gaven een hele goede en waardevolle tip. Die zei, oefen nou ook eens in de stress. We zaten daar allemaal een beetje te keuvelen. Weet je. Je zag ook die foto's dat zij bezig waren met die zakken vullen. En dan, hoe is het met jou, met je buurman geweest gisteren? Nee? Iedereen had eigenlijk best wel relaxed. Dus de jongens hadden zoiets van, joh, dat moeten we eigenlijk ook oefenen. Zij oefenen juist alleen maar in stress, hè? Alleen als het misgaat. Maar ook niet helemaal waar natuurlijk. Maar nou is dat dan. Wat is dat dan, die stress? Wat is voor jullie stress? Je mag alle vijfde keren opstaan hoor, dat maakt niet uit. Maar ik zou graag, als je bijvoorbeeld een beslissing moet opvolgen die volgens jou nergens op slaat, omdat iemand binnen iets bedacht heeft en jij denkt buiten met je ervaring van, nou ja, wat ze nou hebben bedacht. Maar je zult het toch moeten doen, hè? Defensie zal nooit een probleem daarin hebben, die gaan dat gewoon uitvoeren. Wij zijn gewend om in discussie te gaan. Maar dat kan helemaal niet in zo'n stresssituatie. Wat zou dat voor jou nou heel veel stress opleveren? Zo ja, dan ga je even staan. Kijk, dat is toch langzamerhand best wel veel mensen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kom bij één nog even, dit is een microfoon zo meteen, denk ik. Deze? Om daar heel even op in te gaan. Ja. Werken, zo meteen bij één, zeg maar, dan even kijken. Jij stond ook op, hè, Bart, dat zag ik. Ja. Als je moet werken... Wil je dat toelichten? Nee. Oh. We hebben niet zoveel tijd om bij iedere vraag te gaan doen. Dus bij E eventjes doen, dankjewel. Werken terwijl je eigen huis onderloopt. Als je weet, er is overstroming, je eigen huis staat onder. Ja, ja. Iedereen is toch wel bezorgd over eigen huis en haard. Dankjewel. Je veiligheid. Van jezelf en je eigen team. De managers vinden dat spannend. Ja, ook heel goed. Heeft er nog meer mensen die hier ook stress over hebben? Veiligheid van je eigen team. En van jezelf, als je op die dijk moet gaan inspecteren terwijl de knappen staat. Ja, dat is een groot deel ook nog natuurlijk. En onder tijdsdruk handelen. Ervaar je daar stress onder? Ja, doet niet anders. Blijft toch verrassend waar die mensen staan? Dan Mark. Mag ik daar dan een reactie op vragen? Van, Mark. Ja, stress komt natuurlijk vanuit allerlei richtingen op je af als je in zo'n situatie staat. Dus ik stond toen mijn huis onder ging lopen. Vervolgens de veiligheid van mijn eigen team is natuurlijk ook een stressfactor. Maar onder tijdsdruk handelen is best moeilijk. Want je wil de beste beslissingen nemen, je beste advies geven, de beste dingen doen. En zodra je het gevoel hebt dat je daar geen tijd voor hebt, dan gaat het stressniveau wel omhoog. Ja, dan ben je bang dat je verkeerd besluit neemt of verkeerd advies geeft. En, Ja, inderdaad. Zijn er nog andere stressfactoren die ik niet genoemd heb? Die ik nog niet gezien heb? Hebben jullie daar nog... Ja, dat is interessant. Ben ik benieuwd wat... Zelf ervaren in 2012 toen het een beetje nat was en, ja. en ben ik zonder
goed te verstaan. Ietsje dichterbij houden, denk ik. Oh, zonde. Nadat de lange duur van een calamiteit, 4 dagen achter elkaar, dat je op een gegeven moment dagen maakt van 12 tot 16 uur, en dus eigenlijk heel weinig slaapt, tot op een gegeven moment moet je naar huis gestuurd worden en dan moet er een verse ploeg staan. En als de organisatie daar niet in kan voorzien, dan neemt de stress verder toe. Dus is dit, ja, dus oké, dus de uitgerustheid. Ja. Ja, nog iemand? Ik heb nog wel iets. Mooi opmerking. Ik krijg stress, een beetje haren in mijn nek die overeind gaan als partijen niet goed samenwerken. En dat op dat moment gewoon moet gebeuren. Ja. Dat, hoe gaan we dat nou oplossen? Dat is een mooie overbruggingsvraag. Raymond al daarnet niet zien, hè, dat we daar wel mee oefenen, maar hoe gaat het in het echt? Henk nog, dan wil ik even door naar de volgende. Ja, heel snel. Mijn spannendste moment was absoluut 1 november 2006. Toen bij Delfzijl een stormvloed van 4 meter hadden voorspeld. En het werd er in het 483. En je wist niet waar het wegkwam. Dus bellen met de waterkamer en niemand begreep het, ook daar niet. En dan ben je blij als het pijl uiteindelijk toch weer zakt. Dus de stress is eigenlijk van, ik weet niet precies waar me te wachten staat. De onzekerheid. Ja. Maar hoe zouden dat nou, al die stressfactoren, hoe zou je daar nou kunnen oefenen? Want dat zal toch de crux zijn, hè? Want hoe meer je geoefend hebt, hoe minder stress je hebt als het dan echt zo is. Dan gaan we even weer in de benen. Onder tijdsdruk uitvoeren van de maatregel. Is dat een goed idee om dat te oefenen? Mag weer staan, hè? Als we gaan weer... Maar het is bijna luxe, dan hou je allemaal een beetje bezig. Dat is best wel veel, ja. Onder tijdsdruk uitvoeren van de evacuatie. Blijf je staan of ga je zitten? Om communicatiedruk met social media. Om mensen allemaal wel niet toe te rennen roepen. Tijdens een storm oefenen, daar kwam UK mee. Ja. Dat was heel spannend om dat te organiseren, maar het is natuurlijk wel een hele goede. Ja, wappel. En op een andere manier waarop we de stress zouden kunnen oefenen. Heeft iemand een idee? Raymond? Gerard, met een zachte stem. Ik denk dat het heel belangrijk is om de werkelijke situatie zoveel mogelijk na te bootsen. Dus met name door ook in spelvorm situaties aan te bieden, kun je met elkaar oefenen. Hè? Want onder tijdsdruk uitvoeren van een maatregel is makkelijker dan de maatregel bedenken. Zorgen dat je op tijd de goede dingen doet. En vervolgens is dan de zaak om de dingen goed te doen. Maar eerst de goede dingen doen. Dus eigenlijk alles, het hele treintje oefenen, niet op één ding focussen. Precies, ja. Ja. Meen het? Ja, misschien vanuit, ik ben met een aantal calamiteitssituaties betrokken geweest. Eén daarvan is bij Stijn. En toen wilden we een damwand plaatsen. En toen kwam de aannemer met een kraan. En die kraan die haalde het gewoon niet. Echt? Dus het uitvoeren van de maatregel. Dus soms kunnen dingen niet terwijl je gepland hebt dat het kan. Ja. En dat erin gooien, zeg maar. Dat iets niet aanwezig is of zo. En dan... De adviseur en de inspecteur, de buitenmensen, die weten dan misschien wel dat dat niet kan. Dus ja, dan moeten we die twee partijen doe iets meer bij elkaar brengen. In je oefening. Ja. Oké, dankjewel. Ik heb iets verkeerds gedaan. Mag ik er nog een keer toevoegen? Ja? Wat ik heel spannend vind bij calamiteitensituaties, dat is, je hebt allerlei mensen die allerlei bevoegdheden hebben. En dan staat er iemand staat op de dijk, de adviseur, die heeft er verstand van. En op kantoor luistert niemand, want die is nou eenmaal de baas. Ja. Hè? En dan krijg je dat. Van, mensen moeten niet alleen naar elkaar luisteren, maar ze moeten ook elkaars vertrouwen. Kennis respecteren. Ja. En ze moeten op een gegeven moment moeten ze maar eens van hun voetstuk afstappen. En ik denk, dat moet je ook oefenen. Want de baas wil graag de baas blijven, ook in de calamiteitssituatie. Ja. En soms kan dat niet. Heel waardevolle toevoeging. Ik ben dan het voor baas. Nou, een van de dingen die ik net had willen toevoegen is dat je als baas onder diezelfde tijd druk beslissingen moet nemen zonder dat je de juiste informatie hebt. Want ik weet niet op tijd wat die persoon op de dijk denkt. Ik kan dat niet telepathisch tot mij laten komen. Dus dat je elkaar daar niet in verstaat, dat gebeurt wel eens. Alleen de besluiten moeten genomen worden. Je kunt niet wachten tot je alle informatie hebt.
En dat vind ik voor mij het grootste dilemma bij een calamiteit. Je moet handelen en je weet dat je niet alle informatie hebt en dat een deel het een goed idee vindt en een deel ook niet. En dus moet je vertrouwen op die man op de dijk. Als ik weet wat hij zegt, maar dat weet ik altijd niet altijd. Dus dat heeft iets over taal te maken. Ik wou gewoon graag... Ja, niet alleen taal, maar ook tijd. Ja, ja. Dankjewel. Ik ga even eentje verder. Ja, maar ja. Hier heeft een leiding. Ja. En oefenen in die leiding en elkaar inderdaad ook kennen en elkaars expertise begrijpen. Dat is helemaal waar. Een paar andere dingen die opgevallen waren door de Amerikanen en de Engelsen. Dat was, hoe weten de toeristen nou waar ze heen moeten? We hebben het over marken gehad, heel veel toeristen. We hebben daar wel 500 vrijwilligers rondlopen. Maar hoe weten ze nou eigenlijk, als je niet Nederlands spreekt, waar je dan moet zijn? Hoe weet je wie er in charge is? He, eigenlijk ook van niet alleen in de theorie en dat wij elkaar wel kennen. Maar als jij nou toerist bent, hoe weet je nou naar wie je moet luisteren? En hoe ga je om met ramptoeristen? Want wij hadden dan maar een oefening, maar er liepen wel een heleboel mensen met camera's rond die alles gingen opnemen. Een aantal hadden wij uitgenodigd, maar een aantal zijn ook gewoon uit zichzelf gekomen. Dus, nou, die gaan ook mooi op die wankelende dijk staan, foto's schieten. Dat, ja. Hoe ga je daar nou precies mee om? Maar hoe ga je om met social media? Dan gaan we nog een keertje in de benen. Herken je fake news? Dus ga staan als je het weet, als je denkt dat je dat herkent. Dan hoop ik toch wel dat iedereen gaat staan. Nee? Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Twitter jezelf tijdens een calamiteit. Niet tijdens een oefening, dat is niet zo. Heel goed? Ja. Of niet, dat weet ik niet. Dat is waar. Eén iemand twittert zelf. De rest houdt zich bezig met communicatie intern waarschijnlijk. Ik druk weer een verkeerd knopje. Dan krijg je deze. Na afloop, en daar kom ik op het einde van mijn verhaaltje nog een keer op terug. En dan mogen we nog een keer in de benen, maar... Wat de UK ook met name aan ons heeft gevraagd, kunnen wij, net als bij deze oefening, waar wij een fly on the wall. Ze hebben met ons meegekeken, ze hebben niet meegedaan in de oefening, maar ze hebben eigenlijk eromheen gewandeld en gekeken. Dat was wel heel voor hun interessant, dat was voor ons interessant, dat was heel erg leerzaam. Kunnen we dat niet vaker doen, zowel in Engeland als in Nederland? Maar dan eigenlijk wil je dat ook, als het voor het echie is, dan wil je eigenlijk ook een fly on the wall zijn. Maar je wil elkaar natuurlijk niet op zo'n moment voor de voeten lopen. Dus moeten we kijken hoe we dat handig organiseren. En daarnaast willen we natuurlijk ook veel meer kennis gaan uitwisselen. Er wordt al veel gedaan, de mankracht en materieel. Hè? Dus inspecteurs die in Engeland mee gingen kijken. Pompen die naartoe zijn gestuurd enzovoort. Maar je zou ook kennis wat meer kunnen gaan doen. Want vanochtend verteld werd door Vera dat er al het een en ander wordt gedaan met de Amerikanen. Hartstikke leuk. Je zou ook kunnen bekijken of je dat met modelwerk kunt doen. Bijvoorbeeld, als je het hebt over overstromingsmodellen. Zij hebben het hartstikke druk. Zij kennen de situatie. Misschien is het handig dat zij allemaal naar buiten gaan. En wij kunnen misschien die scenario's voor ze doorrekenen. Wij hebben dan geen last als het goed is. Over het algemeen. Het zal niet altijd het geval zijn. Soms zijn we allemaal tegelijkertijd de pisang. Maar je zou kunnen kijken hoe je daar nog met elkaar in zou kunnen helpen. Maar zoals ik zei, vorige winter zijn wij zelf ramptoerist geweest. Zijn wij, terwijl zij het heel druk waren, zo weinig mogelijk voor zijn voet gaan lopen natuurlijk. We hebben het zelf georganiseerd. We zijn even gaan kijken en... in hun winter of hel gaan kijken hoe zij dat hebben gedaan. Dat is eigenlijk na de laatste overstroming. Ze hebben er 3 gehad in Engeland in die winter. In december, 2 in december en 1 in januari. Wij kwamen net na die van januari. Nou ja, dit waren de plaatjes die ons bereikten vanuit de BBC, vanuit het nieuws. Heel veel water overal. Heel veel, wat wordt dan nou gedaan om dit in de toekomst te komen? Dat is heel lastig. Ik zal je zien. Ik ga even over waar het hier over gaat. In dit gebied, het blauwe gebied is waar het heel veel water stond. De alertfase, dat is het andere plaatje. Maar het ging hier over dat met name in de Lake District, was het gebied waar wij zijn geweest, hadden 470 mm in 24 uur. Nou, wij hebben er 600, 800 in een jaar. Zij hadden 400 in 1 uur. In de oostkant van het Lake District, die had zelfs 600 nog wat. Millimeter in 24 uur. Nou, dat kunnen wij ook niet aan. Als dat bij ons was geweest, hadden we net zo goed een probleem gehad. En de Engelsen natuurlijk des te zeer. Als je ook nog eens bedenkt dat dit een heel erg bergachtig gebied is. Dus dat water dat valt, jakkert ook nog eens een keer als een gek naar beneden. Dan heb je natuurlijk snel stromende rivieren die van alles met zich meesleuren. Dan kun je eigenlijk als overheid niet overal tegelijkertijd zijn. Je kunt zo'n plannen maken wat je wil. Maar als dat zo snel naar beneden jakkert, dat kun je eigenlijk
niks aan doen. Je kunt al niet goed voorspellen waar het water nou gaat komen. Laat staan dat je daar op tijd kan zijn om de mensen te helpen. Ze hebben een hele goede communicatielijn. Ze bellen naar een plek in de gemeente, een aantal winkels meestal, van waar het water komt. En dat doen ze dan iedere uur, houden ze ongeveer bij wat zij denken dat volgens het model zou kunnen komen, gebeuren. Wat natuurlijk gebeurt is dat het dan toch weer net even anders is. Dus de mensen zijn ook wel zo wijs om over het algemeen om zelf die rivieren in de gaten te houden. En als ze het water horen komen, dan zullen dan hun eigen dorpsgenoten meteen gaan informeren. Ze doen zelf ook het een en ander. Elk dorp dat vlak langs de rivier leeft, heeft zo hun eigen zandzakken. Die vullen ze snel met z'n allen en zetten ze op de lage delen. Een heleboel huizen hebben hun huis dichtgekit met purschuim. Dat houdt water niet tegen, maar wel een hoop troep. Dus dat is toch ook alweer wat prettiger. Natuurlijk eigen zandzakken, ze hebben hun eigen schopbalken systeempjes. Daar kregen ze ook subsidie voor. Als je dat zou willen, dan kreeg je daar een vergoeding voor van de overheid. Dat is niet zo dat je er dan vanaf bent, maar dan heb je in ieder geval hulp. Maar goed, daarnaast ligt natuurlijk het hele dorp ligt ook op zijn gat. Ik bedoel, de bakker kan niet bakken, want hij heeft geen elektriciteit. Je kunt zelfs dus ook geen geld pinnen. Dus als je boodschappen wil doen, dan moet je het ouderwets met contant geld doen. Maar wie heeft hier nou nog veel contant geld in huis? Dus het werd weer ouderwetse ruilhandel in sommige gevallen. Ook deze aannemers werkten allemaal op de pof. Want ja, men heeft op dit moment even geen mogelijkheid om het te organiseren. Het is indrukwekkend om door zo'n straat te lopen waar niemand meer woont en waar iedereen heel erg hard aan het werk is. En maar hopen, de winter was nog niet voorbij, dat er niet nog een overstroming aan gaat komen. Het spannende is, behalve dan die banken die niet doen, je hebt ook helemaal geen mobiele telefoons. En dat duurt best lang in dat die weer doen. Dus hoe ga je nou mensen informeren? Hoe ga je mensen informeren van, nou, waar kun je met je schadeposten heen? Wat gebeurt er nou precies? Want Cameron riep van alles wel in de media, maar dat hebben die dorpen niet ontvangen. De Environment Agency heeft toen iedereen op pad gestuurd, in tweetallen. Dus ook mensen die in Cornwall woonden of in Schotland, die moesten gewoon daar naartoe. Iedereen werd even snel gebriefd wat ze moesten vertellen, dat het laatste nieuws was. En die waren zichtbaar met hun gele jasjes, liepen zij door het gebied. En het had twee redenen eigenlijk. De eerste is voor vertellen van hoe staat het ermee, komt er nog meer in water? Nou, meestal weten ze dat natuurlijk niet, maar gaan ze toch vertellen. Maar het is vooral ook de emotie incasseren. Gewoon bij huis aan huis aanbellen en later ook vooral door de dorpen heen lopen van ja, kom maar met emotie, want daardoor kunnen mensen ook weer verder met hun leven en zelf weer gaan opbouwen. Je moet eerst incasseren, wil je verder kunnen. Het heeft heel veel goodwill opgeleverd ook. De mensen zeiden van ja, zij konden ook wel vertellen van ja, we willen het wel doen, maar 400 milliliter, daar zijn we niet op ingericht. We zijn ingericht op 150. En niet op 400 in één dag, 150 in een jaar. Weet je, dat is wel even een andere situatie. Daarboven hebben ze even niet meegewerkt. Dus ze kregen daar de begrip, omdat ze steeds gingen vertellen van het was wel heel erg uitzonderlijk. We hebben geen geld daarvoor. Geld gaat naar anderen, heeft politiek andere prioriteiten. Ook heel logisch, kunnen ze allemaal wel uitleggen. Dus ja, mensen zijn natuurlijk geëmotioneerd als je huis onder water staat, maar ze hebben daardoor wel heel wat begrip gekregen. Wat ze ook doen, is overal pamfletten neerleggen, of ophangen, van wat zijn de kenmerken van PTSS. Ja, dus dat je echt zeer gestrest bent, nou, dat kan iedereen dan op zijn gemakje lezen. En je kunt ook drie manieren zeg maar, om hulp te krijgen. Je kan naar het ziekenhuis gaan bij de psychiatrie, naar een psycholoog. Je kunt ook naar de kerk of andere spirituele leiders. En daar staan telefoonnummers en adressen en e-mailadressen voor. Dus voor ieder wat wils, zou je kunnen zeggen. Maar wel heel goed om dat te kijken. Dan kan ik nog heel even meekijken met een inspecteursbril. Van waar gaat het nou het eerste? Wij roepen altijd bij die kabels leidingen of hard-zacht aansluitingen. Is dat ook zo? Nou, dat blijkt hier ook. Hier is precies een pijpje dat hier uitkomt. En daar is hij als eerste, had hij er last van. Je ziet ook linksboven het hekwerk, hard-zacht aansluitingen, dat daar de eerste erosie is. Die bomen die hebben aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, de rivier wel op zijn plek gehouden, maar die trekt nu wel de weg zeg maar onderuit, hè, want dat hij een beetje aan het ontgronden is gegaan. Beneden hebben we een gat in de weg, maar wij konden niet zien waar het aan lag. Dus dat is voor ons ook een mysterie. Wellicht is het in de ondergrond iets zwarter of zwakker of wat dan ook is geweest. Hele mooie natuurlijk de brughoofden. Hè, dan kun je het altijd volgens boekjes
moet je hier de meeste ontgrondingen hebben. En dat is ook prachtig te zien. Ik heb ze nog niet naast een formule gelegd, want dat zouden we eigenlijk nog even moeten doen. Kun je hier opmeten hoeveel dat is. Hè? Dit was voor mij een eye-opener. Dat was een bruggetje met een muurtje erop. En die hele muur is eruit geduwd. Ik ben altijd bezig met, gaat er overheen of gaat er langs of zo. Maar nee, die hele muur kan natuurlijk ook uitgedrukt worden. Het water stond zeg maar de hoogte van het raam van het huis erachter. Dus dat heeft gewoon een bak gehad. En deze is leuk voor de Limburgers hier. Zijn hier mensen in Limburg aanwezig? Kijk, jullie zijn bezig met een glazen constructie, heb ik begrepen. Het werkt, kunnen we hier zeggen. Je ziet hier rechtsboven dat er heel veel water overheen is gegaan. Links zie je het water nog staan, zeg maar. Hele boomstammen gaan er overheen en heeft het gewoon keurig gehouden. Wat het niet heeft gehouden was het asfalt erachter. Maar goed, dat is natuurlijk relatief makkelijk op te knappen. Deze is een pijnlijke. Dat lieten die twee mannen die wij buiten tegenkwamen ons zien. Bovenste pijltje, daar is een rivier. Daar heeft het jaar ervoor flinke overstromingen geleid. Dus ze hebben hier een compartimenteringskering gelegd. Achter ons is een dorp, maar daarachter is ook een rivier. En die is nu overstroomd. Dus de kering heeft hem goed dat water vastgehouden. Dus ze hebben echt een meter water gehad in het dorp en dat had niet hoeven. Als die er niet was geweest, hadden ze een paar centimeter gehad. Dus ja, dat kan ook gebeuren. We zijn ook nog even langs geweest bij een dijkdoorbraak in Kessek is dit. Nee, even kwijt hoe dat ding daar heet. Maar het is ook een hele mooie, ze hebben dat met helikopters gedicht. Dus dat je natuurlijk anders nauwelijks zeggen kunt komen. Het getij komt op, dus vaak aan de zee. Dus het getij kwam op en al die zandzakken die gingen drijven. En die zie je dus als puinbak, zeg maar, daar links. Dat zijn allemaal de zandzakken die aan het drijven zijn geslagen. Ze hebben dan andere zandzakken gebruikt en toen ging het wel weer goed. Maar dat is ook een leerpuntje voor de Engelsen. Deze meneer gebruikt ook drones. Ook tijdens dat er gebeurde en dat zij zandzakken gingen daar plaatsen, ging hij het werk een beetje volgen. Dan nam hij een uurtje vrij, want volgens de regels mag hij helemaal niet met een drone inspecteren. Dat hebben wij ook, dat soort regels. Dus hij gaat er creatief mee om. Hij zei, ik neem even nu vrij en dan ga ik even met een drone. Privé mag ik dat namelijk wel. Als aannemer mag ik het niet. Goeie tip, denk ik. Maar nu, dus hoe gaan zij daar nou mee om? Hè? Ze hebben een heleboel schade gehad. Voorkomen wordt een beetje lastig. Zeker met klimaatverandering, denk ik, toch tot een deel voorkomt. Nou, het is een berggebied. Dus ze proberen het wel hoge water vast te houden. Maar omdat nou zo'n, eigenlijk moet je denken, een enorme clusterbui. Dus er komt zoveel, dat daar zijn ze niet op ingericht. Ja, er komen nog veel meer buien, die zijn wel minder zijn, maar die veroorzaken ook overlast. Ja. Dat klinkt misschien wel eens gewoon. Ja. Ze zijn bezig met hier en daar met boven de stroom zoveel mogelijk vast te houden, inderdaad. En beneden de stroom is wat meer, ja, mensen willen graag aan het water wonen. Misschien moeten ze iets verder van het water, dat je wat meer ruimte hebt voor die rivieren. Maar het is echt snel stroom. Als het komt, dan jak het er in één keer door natuurlijk. Hè? Dus, ja, ik heb als je huis 200 euro moet, dan moet je water wonen. Nee, dat is zo. Dat is waar. Of gaat de palen wonen, hoorde ik vanochtend. Wat zij nu zijn gaan doen, ze hebben een prioritering gemaakt voor alle dorpen die getroffen zijn. Ja, ze kunnen niet alles in één keer. Het is gewoon heel erg veel wat er gebeurd is. En ze blijven inzetten op die zelfredzaamheid van de dorpen. De zichtbaarheid, die flood ambassadors, die hebben ze heel veel goodwill meegekregen. En wij hebben ook staan juichen. Daar hebben die van dat toch ook wel een goede set geweest. Dus die gaan we zeker nog op inzetten. En wat voor hun, wat ik ook heel leuk vind, zij zet heel erg in. Wat de Friesen hebben ervaren, zet alsjeblieft in op een goed uitgerust team. En dat bedoel ik in de letterlijke zin, goed geslapen. Dus wat hebben ze daar staan in het crisisteam? Daar staat, bij de deur hangt een groot poster, dat is deze poster. Weet je wel zeker dat je naar huis kunt rijden? Neem een taxi, het baas betaalt. Koffiezetapparaat hangt er ook zo een. Het is een foto helaas van mislukt. Dan zou je, weet je zeker dat je koffie nodig hebt? Of moet je naar je bed? Dus dat, ja, en ik heb ook gehoord in de briefings bij zo'n dagelijkse update met elkaar. Kijk even naar je buurman, zit hij te knikken, bol en stuur hem naar huis. Want je hebt er helemaal niks aan om door te gaan en door te blijven gaan. Want uiteindelijk val je een keer om en dan ben je veel verder van huis. Een hele mooie vond ik dit. Maar nu gaan we toch weer één keer in de benen. Of twee keer in de benen, geloof ik. Want ik ben wel benieuwd hoe jullie dit nou zien. Als je dit nou gehoord hebt, of vanochtend met Amerika. Wij vanuit de Engelsen en ook een beetje met de Amerikanen.
hoe zouden wij nou in de toekomst meer, beter, leuker kunnen gaan samenwerken? En met wie? Laten we beginnen met wie? Ja, UK, USA, daar zonder van ander land. Ik ben wel benieuwd wat jullie zeggen. Wie vindt dat we intensiever zouden moeten gaan samenwerken met de Engelsen? Nog meer leren van de Engelsen? Ja? Dat mag. Er is 4 tafieken op. Ik denk sommige mensen daar anders over denken. Ja, heel goed. Heel fijn om te zien. Wie staat op voor Amerika? Wie wil veel leren van Amerikanen? Ja. Ja, dat ook. Een aantal niet. Duitsland? Ja, daar gaat wel een ander deel van de stad staan. Gok zomaar de mensen die aan de grenzen wonen. Nee hoor, dat is goed. Ja, en andere delen van Europa, die we nog niet genoemd hebben. Ja. Kijk maar. Ja. Ja, dat is Europa, toch? Ah, doen we het spontaan. België. Daar blijft iedereen ook staan. Hè? Dus, heel goed. Bij het oefenen. We hadden aangegeven van, we hebben nu een paar keer samen gezeten. Met name in rustige tijd bij het oefenen. En waren we flying roll. Deed niet zelf mee. Maar hoe zouden jullie dat nou vinden? Tijdens een oefening, dus niet tijdens crisis, die vraag komt erna. Maar bij het oefenen, hoe zou je dan betrokken willen zijn? Wil je als fly on the wall, dus meekijken met wat een ander doet? Of wil je ook echt aan het werk? Ik zit dat gewoon zo te vragen als open vraag. Dat gaat natuurlijk niet. Fly on the wall, ga maar weer staan. Als je, misschien is het handigst. Ja, gewoon een beetje, voor lunchtijd moet iedereen een beetje een workout doen. Nou, heel goed. En hands-on, wie wil er echt aan het werk? Dat is wel grappig. Ja. Dat is leuk om te zien. Ik had hem andersom verwacht. Dus dat vind ik leuk om te zien. En tijdens een crisis. Dus echt, er is iets, echt wat aan de hand. Kunnen we dan bij een ander helpen? Willen we dat ander bij ons kunt helpen? Of eerst een fly on the wall, dus meekijken. Ja? En echt meehelpen? Of mee laten helpen? Ja, kijk. De doeners onder ons. Heel goed. Leuk. Zit te bedenken, het wordt allemaal opgenomen. Jullie kijken niet naar hun, hè, denk ik. Toch ook wel? Dan kan ik straks nog even kijken wie de meeste stemmen had, zeg maar. Dat is wel leuk. Uitwisseling, dan even over kennis. We hadden het eerder ook, begin van het verhaal zag ik het er ook over. Want we kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Wij zeker ook van hun. Zij zijn de Engelsen en Amerikanen, hebben toch al vaker overstromingen dan wij. Dus wij oefenen toch wel vaak in het droogje. Dus wij kunnen ook heel veel leren. Maar hoe zou je de uitwisseling het beste zien? Wat zou jij nou het meest waardevol vinden? Is dat mankracht? Dat samenwerken, nou volgens mij hebben daar net al best wel wat mensen voor gestaan, dus kunnen we eigenlijk wel even overstaan. Middelen, denk ik ook wel, dat dat een zinnige is. Ja? En dan ben ik benieuwd, nou, ik toch wel even in de benen krijgen van wie wil inzetten op kennis uitwisselen. Dus leren, dat kan via de handreiking zijn, dat kan via strategie zijn, dat kan via modellen zijn, maar... Kijk... Ja, je mag zo even zitten. En... Ja, dankjewel. Hebben jullie daar nou ideeën over hoe we dat het beste kunnen doen? En dan heb ik even kijken of er nog... Bart? Nou, we hebben net in ons partnership met de Amerikanen en Engelsen... met de Engelsen een incident observation protocol afgesproken... onder welke voorwaarden wij die uitwisseling kunnen gaan doen. Hè. Vooral ook kijken als daar een hoogwatersituatie is. 15 mei gaan we kennismaking doen met de partners van de Engelsen. Dus we hebben op verschillende levels van communicatie, echt incidentbestrijding, de forecasting doen, hebben we partners gemaakt. Ik heb Raymond gevraagd namens de waterschappen met name de incident observation dan te doen. 15 mei gaan we proberen die drempel te verlagen. Want wat is de drempel als er echt overstroming is? Dan heb je toch schroom om er zomaar naartoe te gaan. Omdat je niet weet of de anderen echt op je zitten wachten. Of waar kom je terecht. Vaak heb je het zelf ook heel druk op dat moment. Dat is bij ons ook slecht weer. Dus we gaan 15 mei kijken van hoe kunnen we die drempel verlagen. Dat we gewoon heel makkelijk eventjes naar elkaar toe gaan. Engeland is maar een uur vliegen. En je doet zoveel ervaring op.
En bij die seminar van Waterwolf kwam met name dat modellenkant ook aan de hand. Wat jij net zei van die ontgrondingskuil bij zo'n brug. Klopt de modellen? Er werd gezegd, we zouden met die modellen veel meer de modelspecialisten met elkaar moeten gaan koppelen en kijken van kloppen die modellen en kunnen we dat met elkaar versterken. Dus ik zie daar heel veel ideeën in. Ja, dat is leuk. Dankjewel, Gerard. Mag ik daar nog even op aanvullen? Want, ja, aanvullen. Juist, die extreme situaties die zijn heel erg interessant voor de modellen. Dus het betekent eigenlijk ook dat je eigenlijk een soort calamiteitenplan moet hebben voor je metingen. Het is heel erg essentieel dat als er op een gegeven moment een crisis is, dat je ook als het ware een meetploeg hebt die de hele situatie kan vastleggen. Want dat is waardevol voor de modellen. Ja, helemaal eens. Okay. Misschien even achter. U heeft nog een aanvulling? Ik denk al, waarom sta je nou? Ja, eigenlijk het volgende. Want we zijn natuurlijk in het groen bekend van de handjes en de voetjes. Ja. Maar we doen veel meer. En we hebben ook heel veel expertise. En we hebben daadkracht, heet dat zo mooi. Maar we weten ook niet alles. En het is juist interessant om te gaan kijken, ook voor ons, om te leren van andere beslissingsmodellen. En hoe jullie in alle hun rollen werken en handelen en denken. En dat wil zeggen, onze expertise kunnen we bieden, maar we weten niet alles en we willen graag meer weten. Dat doen we ook vanuit de rol van Waterrisico Trainings Expertise Center, de WTEC. Misschien heeft iemand van gehoord, gewoon WTEC? Denk ik, maar, ja. Handen misschien, 1, 2, 3. Ja, vanochtend gehoord, klopt. En we gaan dit jaar gaan we een aantal feiten onderzoeken samen met de Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, Defensie, maar ook bedrijfsleven, kennisinstituten, om in de koude fase de slag te maken naar de warme fase. En vooral op kennisuitwisseling, materiaaluitwisseling, personeelsuitwisseling. Om van elkaar te leren om actie te kunnen doen op het moment dat nodig is. En liefst daarvoor nog. Om elkaar te kennen. Maar ook die beslismodellen, dat vind ik ook wel interessant. Ja, dat gaan we ook oefenen. Ja. Dat gaan we 29 juni doen voor sommige intimie. Om een casus aan te spreken. En vanuit drie invalshoeken gaan we dat aanvliegen. Dat doen we samen ook met de Wiki noodmaatregelen, ook aanwezig hier. Ja. Zag Origo. Ja. Hoe kunnen wij hier nou leren met jou mee? Misschien smaakt het naar meer. Ja, we kunnen dat volgend jaar vertellen. Of ik weet het niet, maar nou ja, noem wat. Vanuit de SNI waar ik nu gestationeerd ben, is er heel veel interesse om juist dit soort kennis met elkaar te gaan delen. En wij zoeken ook mensen, expertise. Ik ben zelf reservist, ik ben crisiscommunicatiemanager in het normale leven. Dus ik kan twee dingen op elkaar plakken. En hier loopt zoveel potentieel rond. Ik zag al kandidaat waar ik vorige week mee sprak, van die wil ook graag bij de genie iets gaan doen. Maar dat wil zeggen, ga niet in hokjes denken, maar ga heel breed denken. En wil je ooit eens een keer over de hindernisbaan, bel mij even. Dankjewel. Anko, heeft ook leuk idee voor volgend jaar misschien. Ja. Ja. Oké, sorry. Ik zie ons nu allemaal heel erg groot denken. Maar volgens mij ligt er ook heel veel voor het oprapen klein. En daar stappen we misschien wel veel te makkelijk overheen. En met klein denken bedoel ik gewoon kennis uitwisselen tussen waterschappen. Maar dan niet alleen op bestuurlijk niveau. Maar ook ga eens even bij je buurwaterschap of een waterschap die in het noorden zit. Even bij de Limburgers mee om te gaan schouwen en te kijken hoe daar de boel georganiseerd is. En een paar Limburgers in het noorden even kijken hoe daar de zaken georganiseerd zijn. Want heel vaak is het zo dat je net op wat andere dingetjes moet gaan letten. Andere dingen essentieel zijn voor dat stukje kering. Waardoor je eigen kennis en ervaring ook weer vergroot. Ja. En dat is ook de reden dat we in een ander gremium de koppen bij elkaar aan het steken zijn. Om enerzijds Hans nu bezig voor de waterschap om alle inspecteurs bij elkaar te roepen. En Marian Boltink van Hoogheemraadschap van Rijnland. En Alessandra Bizzari om alle experts, zeg maar, gezamenlijk in één pool te krijgen. En ik ben er zelf groot voorstander van dat we niet alleen internationaal dus groot gaan kijken, maar ook vooral binnen Nederland dat we zorgen dat die kennisuitwisseling plaatsvindt, want daar heeft iedereen baat bij. Ja, dan, daarmee zou je elkaar ook nog eens extra kunnen helpen tijdens de crisis, want je kent elkaar al en je kent elkaars dijk. Ja.
Was nog een? Ja? Ik zou graag ook nog even wat informatie willen toevoegen. Het was vorig najaar Flutterisk-conferentie in Lyon. En dan zie je dat daar presentaties zijn. En we hebben daarna ook nog een workshop noodmaatregelen gehad met de Duitsers. Dat je denkt van hoe is het mogelijk in Duitsland een opleidingsinstituut specifiek voor calamiteitbestrijding van waterkeringen in Hamburg. Je hebt een universiteit in Bremen die met, van die flatproeven bezig is, zoals we ze ook in Delft hebben, maar dan weer op een andere schaal. Er is een organisatie in Duitsland die leidt per jaar 14.000 vrijwilligers op. Daar hebben ze 800 man voor, die kun je als overheid inhuren. En dan hebben we het alleen nog maar over Duitsland. België is natuurlijk ook zo bezig. Frankrijk zit een schat aan ervaring. Ik ben in Dresden geweest om een beetje reclame te maken van jongens, jullie hebben de ervaring waar wij dus nu in ons beleid expliciet op willen interen. Dus het EU-spoor, dat proberen we nu toch al te verkennen. En het mooie was dat op die Flutterisk-conferentie er ook iemand van DG Home vanuit Brussel, vanuit de EU was, die zegt van ja, ik wil eigenlijk een Europese samenwerking krijgen waarbij het niet zozeer meer gaat om alleen maar de kennisontwikkeling, maar ook de praktische toepassing. Daar zaten dus ook gewoon brandweerlieden enzovoort in de zaal. En we gaan eens even kijken samen met de STOA en ook eigenlijk in nauw overleg met Ruth Allen van de Environment Agency, om eens te kijken hoe we dat verder van de grond kunnen krijgen. Want daar zit een schat aan informatie en veel, ongelooflijk veel ervaring waar wij geen weet van hebben en waar we heel veel van kunnen leren. Dat is eigenlijk voortbouwend op wat jij zegt. We hebben ook heel veel informatie in Nederland van de regionale keringen die je dan moet vertalen naar de primaire, maar buitenland buitengewoon veel. Ja. Okay, dankjewel Wout, voor deze toevoeging. Ja, Mag ik hem nog even aanvullen? Toen ik jouw slide zag, toen zag ik van A en C. En eigenlijk moet je die ook, en het is een open deur, hè, maar eigenlijk moet je die heel duidelijk combineren. In 2012 in Friesland, toen is er een oproep geweest, misschien dat mensen uit de zaal hier toen naar Friesland zijn geweest of naar Groningen, handjes helpen. Maar we wisten eigenlijk helemaal niet wie wij kregen. Ja. Nou hebben wij een opleiding inspecteur voor waterkeringen, zelfs kun je een certificaat krijgen. Ik doe bij deze eigenlijk een oproep, als je daar nou eigenlijk weet wie zo'n gecertificeerd inspecteur is, dan weet je ook wat je in huis haalt op het moment dat je zegt van ik heb hulp nodig, maar wel van de mensen die ook inderdaad werkelijk kunnen inspecteren. En daar hoort misschien eigenlijk ook bij dat iedereen maar inspecteur wordt. Ja. Dat betekent ook dat iedereen misschien gecertificeerd moet gaan worden. Dat betekent dat ook. Hè? Ja. Maar dan kun je elkaar op die manier toch versterken en op aanspreken van nou, ik vraag wat, maar ik weet ook dat ik de juiste mensen krijg. Ja. Dankjewel. Ik denk, nog één laatste vraag, nog denk ik, want anders dan heet iedereen straks om van de honger. Ik mag de laatste tijd me bezighouden met de IJssel- en Vechtdelta, waar die twee wateren samenkomen in het Kettermeer. En met name de situatie rondom crisissituatie proberen we daar in kaart te brengen. We zijn er bezig vanuit Rijkswaterstaat samen met Waterschap Drentse Rijksdelta en Waterschap Zuiderzeeland. Kijken van waar komt het water vandaan? Niet alleen van de IJssel, niet alleen van de Vecht, maar ook diverse pompen en kleppen en sluizen staan er in dat systeem. Als je de ene klep open trekt, dan gaat de andere klep dicht en dat soort dingen. Balgstuur, spoel. Al die instellingen van die kleppen hebben we nu niet in beeld. In dit project proberen we dat allemaal in beeld te krijgen, zodat we ook weten welke waterstanden zich ontwikkelen bij welke klepstand. Maar die discussie met die klepstanden, we zijn ook gekeken van, is dat operationeel nou hetzelfde beeld als wanneer beleidsmatig en in de rekenmodellen? Nou, dat levert soms wel verschillen. Discussie ontwikkeld over welke belastbaarheid heeft dat gebeuren. Wat is belastbaarheid? Heb je het dan over belastbaarheid van een dijk, waterstand, golf? Heb je belastbaarheid over het systeem voor de waterafvoer? Dat type discussies. Geeft hele leuke eye-openers. De uitkomsten kan ik nog niet verklappen. Maar heel vruchtbaar moet ik zeggen om daar die dialoog aan te gaan tussen Rijkswaterstaat en de verschillende waterschappen over dat systeem. Dus een samenwerking, zeg maar, opzoeken tussen, weer eigenlijk wat Anko ook zegt, meer binnen Nederland eigenlijk. Dat je daar nog heel veel te leren valt. Ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Ik vond het echt superleuk dat jullie mee hebben gedacht, mee hebben gestaan en workout hebben gedaan samen met mij. Er zijn een paar websites die we even op kunnen zoeken nog. Dus de Kring van Coastal Engineers, de kennisplatform van crisisbeheersing, daar zit jij denk ik wat meer in. Wiki noodmaatregelen, dat ook al een paar keer voorbij is gekomen. Dus er is ook heel veel informatie die we in ieder geval voor het Nederlandse en voor een klein beetje het Europese kunnen opzoeken. Dank jullie wel en een goede lunch. Applaus.